Hallo. Heeft u goed gezien? Ja, zie je. Goed zo. U maakt vrienden. Er komen wat fans langs, die gaat u zo zien. Dag dames en heren, ik sta inmiddels naast Riepke Bakker. We staan in de finale. Ja. Zullen we daar eens mee beginnen? Ja, ongelooflijk. Nee, ja. Ik kom net uit de mixzone gelopen. De speelsters geloven het nog niet. Ja, normaal zou je zeggen, je dromen ze allemaal van als kind. Maar ja, 10 jaar geleden stelde het vrouwenvoetbal nog niks voor in Nederland. Dus toen droomde je ook niet over een WK-finale. Nee. Dit is mooier dan dromen kunnen zijn eigenlijk. Ja. Moeten we het nog hebben over de wedstrijd zelf? Nou, ja. We kunnen ook weer heel zuur zijn. Nou, laat ik zeggen, we hebben gestreden voor wat we waard waren. Ik heb genoten van de wilskracht van Stephanie van der Gracht. Die kopte, die schoot, die ramde alles weg. Nederland is een toernooiploeg. Nederland is een knokkersploeg. En ze knokken zich er gewoon doorheen. Zweden verslagen. Jij was net in de mixzone. Ja, vertel mij hoe het was. Nou, er waren vooral heel veel Amerikaanse media die wilden weten van hoe gaan jullie Amerika verslaan. Ja. En? Ja, nou goed, zullen we wachten met de voorbeschouwing op... Ja, Amerika, dat is echt een verschrikkelijk goed land. Dat heb ik ook zien spelen, dinsdag. Maar goed, misschien moeten we daar in de volgende uitzending maar even een strijdplan voor gaan ontluiken. Wij gaan een hele uitzending besteden aan hoe we Amerika kunnen gaan verslaan. Ja, nee, dat lijkt me een goeie. Maar goed. Ik heb geen tranen gezien trouwens. Dat moet er maar naar die finale komen. Ja. Nou ja, de euforie, ze beseffen het nog niet helemaal. Of tenminste, ja, er was heel veel blijdschap, maar ook een beetje nog beduustheid van ja, we staan in een WK-finale. Hoe moet ik dan eigenlijk reageren? Ja. Ja. Kan jij het in historisch perspectief plaatsen? Ja. Nou ja, tot in de jaren 70 was vrouwenvoetbal verboden in Nederland. Dus dat zegt, onze bondscoach heeft stiekem moeten voetballen in haar jeugd. Dat zegt heel veel over waar ze vandaan hebben moeten komen, de vrouwen. En hoe hard het is gegaan. En ook heel bijzonder. Er zijn 4 landen nu op de wereld die bij de mannen en bij de vrouwen de WK-finale hebben gehaald. Duitsland deed het, Brazilië deed het, Zweden deed het. En nu Nederland, zowel bij de mannen als bij de vrouwen in de WK-finale. We horen echt bij. Wij stonden 9 jaar geleden in de finale. Ja. Ja. In Zuid-Afrika, dat waren de mannen. Ja. Toen is het niet gelukt. Deen van Casillas, ja. Ja. Robbe, die had hem op zijn schoen. Ja. Ik sprak hier net wat mensen en die zeiden ook van... ja, laten we hopen dat de vrouwen het wel gaan flikken. Ja. Nou ja, dat is toch een mooi gezegd als je het zo hoort hier zo buiten het stadion. Ja, nee, goed, daar mogen we toch ook... Ik zeg, was 3 keer een scheepsrecht. Nou, 3 keer was geen scheepsrecht. Ik bedoel, ik hoef maar mijn vader met een voetbal binnen te lopen... of hij begint over 74 te zeveren. 74, 78, 2, 10. Ja. Ja, het wordt nu tijd om een keertje wereldkampioen te worden. Dan maar bij de vrouwen. Hoe historisch is deze zege en deze finale plaats? Nou, heel historisch. Je doet voor de 2e keer mee aan een WK en je haalt de finale plaats. Natuurlijk was er ook een bepaalde verwachting, want ja, je bent Europees kampioen. Maar het is wel heel historisch. Ja. En laten we hopen dat de dames het wel halen. Ja. Gaat het lukken tegen die Amerikanen? Ja, dat gaat lukken. Ja? Ja, dat gaat lukken. Beetje naïef toch? Nee, dat is gewoon nationalistisch. Wij gaan de komende dagen het nog uitvoerig hebben over de tegenstander in de finale. Die wordt hier in Lyon gespeeld. Hoe gaan we afsluiten? Nou, Jacqui Groene, de vrouw van de wedstrijd. Hè? De winnende goal. Ze ging uithalen. Ik denk, doe nou niet. Want ik had net die cijfertje even bekeken. 52 interlands, 2 goals. Nou ja, dit de 53ste interland. En zowel Rempel, ze scoort. Ze scoort nooit. En de vrouw die nooit scoort, die scoort nu wel. Hartstikke leuk voor haar. Schouderklopje voor Jacqui. Ik denk dat wij terecht kunnen zeggen dat Jacqui Groene misschien wel de personificatie is van dit WK. Namelijk Nederland die groeit en groeit en groeit. Ja. Jacqui Groene scoort eigenlijk nooit en nu doet ze het wel. We doen dingen die we nog nooit hebben gedaan. Dankjewel Riepke. Ik spreek jou morgen. Bedankt voor het kijken. Dag.